Hoi jongens, vandaag gaan we maken zelfgemaakte knoflooksaus. Dus ik garandeer jullie, als jullie gaan dit zelf maken, willen jullie nooit meer knoflook uit het potje. Dus, kom maar mee! Jongens, en wat hebben wij nodig? Onze ingrediënten. En dat zijn... Onze ingrediënt, dat is de basis, de knoflook, zien jullie. Ik gebruik er 2 tentjes knoflook. En dan hebben wij nodig mayonaise. Een Griekse yoghurt, ik vind die van Lidl, is heel lekker zacht en mild. Dus ik ben hier fan van deze combinatie. En je kan gebruiken verse kruiden. Dus je kan kijken wat je lekker vindt. Peterselie, koriander en dill. En hebben wij zout nodig. Ik gebruik nog paprika. Maar stel maar als je dit niet hebt thuis en je hebt gedroogde kruiden. Oregano, basilicum en rozemarijn. Dan kan je die droge vervangen door diverse kruiden. Maar ja, ik ben vandaag op de markt geweest en dacht ik, waarom niet? Waarom niet geen verse kruiden? Maar voordat gaan we dit hier beginnen, wil ik jullie ook vertellen. Iedereen denkt, ja, knoflook. Als ik ga knoflook eten, dan ruik uit mijn mond, stink naar de knoflook. Wat kan je doen? Wat is de beste? Het blad van peterselie, rauwe blad peterselie. Na eten knoflook gewoon rauw kauwen. Dan neutraliseer je het geur en de smaak in je mond. Dus als je hebt thuis knoflook, zorg maar dat je peterselie hebt. En zo beginnen we onze knoflooksaus maken. Ik gebruik hier... 2 lepels. Ja, jullie zijn eens een keer hoeveel. Ik doe gewoon op gevoel. Nou, doen we vandaag 3 lepels. Wij maken heel veel. Want natuurlijk hebben we soms feestdagen. Of zijn opeens zo gek van dat yoghurt en van dat knoflook. Dan kan je zo mengen. Als jullie zien, dan is dit is onze verhouding. Je kan altijd nog iets meer Griekse yoghurt erbij doen. En dan gaan we nu onze knoflook... mooi fijn hakken. Je kan dit met blender zo doen. Gewoon zo stukjes gooien in yoghurt en blenderen. Maar ik heb zo'n handig instrument ooit bij Action gekocht. Dat is heel grappig, kost niks. Maar je doet het hierin. En dan ga je zo wrijven. Je moet maar wel goed sterk zijn. Als jullie zien, mijn knoflook. Die is heel mooi fijn gehakt. Dus die ga ik nu hier toevoegen. Als jullie zien. Zo'n verse knoflook is altijd gezonder dan die in poedervorm. Het is ook, ook gezonder voor onze bloedvatten. Dan krijg je veel goede doorbloeding. En dan ga ik toevoegen daar zout. Ik heb hier Himalaya zout. Het was heel grof, maar ik heb hem een klein beetje gewoon fijn gehakt. Oh, ja, gehakt, nee, vermalen. En dan vandaag gebruik ik verse kruiden. Dan gebruik ik peterselie, zoals jullie hebben gezien. Dit mengsel. Dit gaan we heel mooi fijn haken. Soms als je bent gek op koriander, kan je veel meer koriander doen. Maar ik doe gewoon heel voorzichtig gewoon. En zo ga je toevoegen die groene kruiden door je Griekse yoghurt en mayonaise. Dan ga je mengen. Soms denk je, nou ik wil meer. Dan kan je altijd veel meer doen. Maar je kan ook een beetje toevoegen paprika poeder. Het is ook puur voor de smaak, maar ja, soms denk je, nou, ik vind een beetje peper. Oh, jongens, dat is echt lekker, man. Lekker pittig. Als jullie zien, dat zijn verse kruiden, een lekker vers gemaakte sausje. Die kan je gebruiken bij de vlees, natuurlijk bij de friet kan je ook gebruiken. En je kan tot 3 dagen in koelkast, maar ik denk dat is eerder op dan die 3 dagen. Jongens, in 5 minuten ben je klaar. Dus ik zou zeggen, geniet maar van dat knoflooksaus. Gebruik maar hem, dan blijf je wel lang gezond. Want ja, hier heb ik gezegd, knoflook is heel gezond. Maar als je denkt, ik ga stinken, vergeet maar niet peterselie aanschaffen. Dus
Dit neutraliseert je smaak en geuren. Doei! En jongens, als jullie dat filmpje leuk vinden, kan jullie altijd abonneren, duimpje. En jullie kunnen ook vragen stellen. Ik kan voor jullie altijd antwoord geven. Dus ja, dan wacht ik wel. Stuur maar me wat.